die heeft dus geen zin in om te wachten op mij. Samen met mijn zus. Nee. Campinafla. 2,50. Campinafla. Zoals je kan zien heb ik dus eieren, aardappelen, fusli. Goedemiddag allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 14 augustus 2022. Ja. En het is bijna 12:30 in de middag. Ja. Roos nu bij zijn eigen thuis. Die is nu bij mijn zus dus nu. Want daar slaapt mijn zus. En Rood die wil nog naar de Jumbo, dus we gaan met twee auto's, want ik heb geen zin om mijn zus mee te nemen. Nee, dus ha, jammer voor hem en jammer voor haar. Dus, nee, maar dat gaan we lekker doen. En dan, ja, voor de rest, ik weet het niet, het wordt warm. Dus we gaan het zien, dus wij wensen jullie sowieso heel veel kijkplezier bij deze nieuwe vlog. Nou, Rood die heeft dus geen zin in om te wachten op mij. Samen met mijn zus? Nee. Ik zijn dus al denk ik al naar beneden. Ja. Dus, want we staan helemaal boven. De auto is naast elkaar. Ook een goede en ook een leuke. Kijk, daar lopen ze op. Yes. Dus ja. Ah, Rodi heeft weer karretjes. Nee. Ah, ze helpt ons een keer. Ze helpt hem. Zo. Het lijkt me dat er gaat wel getraad stil. Ja, ik zal eens een keertje proberen om dat een beetje te gaan filmen binnenkort. Campinafla. 2,50. Campinafla. Ja, Campinafla. Chocoladefla. Dat is wel heel erg. Vroeger was het een euro. Ja, dat zeg ik toch. Het wat duurde de hele tijd. Dat zei ik je toch. 50. Dan neem ik deze wel. Bijna de helft korting. Ja, maar dat zeg ik toch al de hele tijd, schat. Het wordt steeds duurder. Oh, je aardappelen moet ik hebben. En wat zei ik? Pasta heb ik. Want ik ga zo meteen een salade maken. Deze is capina. Dat ja. 5 euro. 2,50. 5 euro. En speciaal voor jou de lekkere rijstepap. Gadverdamme. Eeuw. Nee. Nee. Ik heb kreeltjes voor 50 cent. Nee, daarom zei ik al. Nee, ik ga namelijk een salade maken. Ja. Nou, ik kan vertellen. Het is bloedheet. En ik ga zo meteen de afwas doen. Want ook dat moet gewoon gebeuren. Maar, en ik ga even mijn telefoon opladen. En ik ga ook deze camera even opladen. Maar ik ga zo eerst even de afwas doen. En dan ga ik wat lekkers maken. En daarin ga ik jullie wel meenemen. Dus inderdaad, er moet dan eerst eventjes een camera opgeladen worden. En eventjes een telefoon. Want dan ga ik ook stories maken. Hoop ik, denk ik. Ik hoop niet dat ik het vergeet. En voor Insta. Dus ja. Dus lekker bezig. Maar ik heb eerst eventjes ongeveer een uurtje even hier lekker gelegd. Het is nu 5:30. Ik ga nu even doen. Ja, de afwas heb ik gedaan. Ja, de afwas heb ik gedaan. Daar ben ik heel blij mee. Ja, ik heb hier een fles met water. Ik heb hier nog een paar kleine dingetjes. Ik heb hier nog wat glazen wat ik vies uit de kast pakte. Dat moet ik nog inderdaad gaan doen. Ja, dat klopt helemaal correct. Ik heb hier een fles met water. Dat moet ik ook weer vullen. Gaat ook even in de koelkast. En dan heb ik hier, nou ja, bosuitjes. Ja. Moet ik ook eventjes gaan kijken. Want Rolly zegt van ja, maar ze doen het goed. Ja, het is fijn.
Is goed, is prima. Kijk, net zoals hier zit ook nog het een en ander in. Moet ik ook nog even gaan kijken. Ik ben lekker aan het opruimen, jongens. Echt waar. Ja, het is warm. Ik heb gewoon mijn shirtje vaart gedaan. Gewoon eens lekker zo. Het is allemaal prima. Er mag eigenlijk ook echt wel een windje komen, hoor. Echt wel. Maar ik ga even lekker inderdaad met jullie erbij. Alleen ik weet even nou niet waar ik mijn statief heb. Ja! Dat weet ik even niet. Maar oké, dat maakt verder niet uit. Ik heb wel, namelijk. Ik moet gewoon even. Ik ga gewoon eerst even de spullen pakken die ik nodig heb. En dan pak ik jullie er weer bij. Zoals je kan zien heb ik dus eieren, aardappelen, fusli, frietsaus, rode uitje en tonijnstukken in water. En dan moet nog een bosuitje, denk ik, erbij. En een normale uitje. Maar dat ga ik nog even bekijken. Maar ik ga wel een lekkere salade maken. En ik neem jullie daar gewoon gezellig in mee. Zo, de fusli staat al op. Jo, wat ik dan even doe, is een klein beetje zout erop. Zo, een heel klein beetje, zoals je kan zien. En dan gaat dat dus weer namelijk in mijn kast. En dan gaat het even lekker koken. En dan ga ik nu even mijn aardappeltjes schillen. En dat staat dus nu ook al op. Ik heb eieren erbij gedaan. 6 eieren. En ook hier gaat wederom weer een beetje zout overheen. Niet al te veel. En dan laat ik het even koken. En dan als dit klaar is, dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Ja, echt wel. Nou, ik zal jullie eigenlijk helemaal meenemen in het hele proces. Maar dit zou eigenlijk dus aardappelblokjes moeten zijn. Maar dat is een beetje mislukt. Maakt niet uit, ik ga lekker hier zo meteen lekker aan beginnen. En nou ja, ik ga even kijken of het smaakt. Maar het moet sowieso koud. Dus, oké, maakt niet uit. Volgende keer weer beter, jongens. Ja hoor, maakt helemaal niet uit. Ziet er wel overheerlijk uit. Oké, het lijkt nou een beetje op een op aardappelpuree met pasta. Maar joh, maakt helemaal niet uit. Nee hoor, als het maar smaakt, toch? Ja, het is warm, mensen. Nog steeds, het is warm. Het zonnetje schijnt wel een beetje. Kijk, dat zie je in deze. Maar ja, ik sta nog lekker in mijn BH gewoon. Ik vind het goed. Want anders is het niet uit te houden. Nee. Maar nou ga ik eerst lekker eten. Ja. Yeah. Yo, ik ga deze vlog met jullie gezellig afsluiten. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer, reageer, belletje aan en doe het duimpje omhoog, mensen. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.